Voor president Chandrika Prasad Santokki is de emancipatiestrijd van Suriname nog niet gestreden. Het staatshoofd sprak vandaag de samenleving toe in een videoboodschap. Volgens hem liggen de wortels van slavernij nog steeds verankerd in de geest van sommige landgenoten. Dat wordt soms anders gemanifesteerd, meent het staatshoofd. Het manifesteert zich in de vorm van vooroordelen, rassenhaat, discriminatie. En elkaar minderwaardig waardig behandelen. Dit zal pas ten einde zijn als wij als volk manifestaties van onverdraagzaamheid en vooroordelen gezamenlijk gaan afwijzen. Dan pas zullen we oprecht kunnen zeggen: dat we kotta kitty voor strafting. Want, laat het gezegd zijn: geen mens is superieur aan de ander. Wij mensen moeten de waardevolle lessen van de slavernij meenemen, zodat onze toekomst er beter uit zal zien. Deze regering streeft naar meer voor onze natie, namelijk respect voor elkaar en om waardig en fatsoenlijk met elkaar om te gaan. Onze voorouders hebben offers voor ons gebracht. Deze offers zijn niet voor niets geweest. Ook nu wordt er van onze landgenoten gevraagd om offers te brengen, zodat de toekomst van onze kinderen en kindkinderen er beter uit zal zien. President Chandrika Appersat santoki het Staatshof gaf verder aan dat Surinamers zich samen moeten inspannen voor groei en ontwikkeling.